Nou, de koe zelf heeft er wel plezier in. De collega's van de SIF zijn onderweg om hem zo meteen te bevrijden uit deze benarde positie. Nou, daar sta je nou, hè? Ga je helemaal heen? Daar komt de versterking. Uiteraard wordt eerst even overlegd met de brandweercollega's hoe ze dit gaan aanpakken. Ja, eigenlijk komt het altijd wel goed. Het oppervlakkenreddingsteam hebben speciale pakken. En dan gaan ze zo meteen het koetje eruit halen. Hé hey jongens, twee man aan die weerszijde van die koe. Bartjan. En dan deze kant eruit. Ja. En een lijntje. Waar is uw redvest, meneer? Kom maar. Kom maar. Wil je wat meer diep aan hier? Dat valt nog niet mee. Oké, jongens, even stoppen. Even stoppen. Of Chris of Maarten aan de kopzijde van het dier. Kom maar. Kom.
Leg daar nou. Sorry. Het is bijna gepiept. Ja, kijk, hier gaat het over, even voor het filmpje. Nou, de klus is weer geklaard door de brandweer Hellevoetsluis. Eigenlijk valt dit onder verzorgingsgebied van Zwarte Waal. Maar goed, dat zal nog wel weer een bepaalde reden hebben. Kijk, het materiaal moet natuurlijk weer keurig netjes opgeruimd worden. En dat kan je alleen maar doen door als hij stage loopt. Want dan moet je dat nog allemaal leren. Toch, meneer Duncan? Zo is het heel. Ja. Nou, het gaat je goed af hoor.